Het is vrijdag 5 maart. Welkom bij een extra uitzending van Rijnmond Nieuws. Partij van de Arbeid blijft de grootste partij in Rotterdam. Maar Leefbaar Rotterdam legt zich niet neer bij de verkiezingsuitslag. De Partij van de Arbeid is met slechts een paar procentpunten de grootste partij in Rotterdam voor Leefbaar Rotterdam. Dat blijkt uit de vanmorgen bekendgemaakte officiële einduitslag van de gemeenteraadsverkiezingen door burgemeester Ahmed Aboutaleb en het Centraal Stembureau. Voor de duidelijkheid hebben we de einduitslag nog even voor u op kaart gezet. Partij van de Arbeid heeft slechts 0,29% meer stemmen dan Leefbaar. De Partij van de Arbeid heeft 28,92%, Leefbaar 28,63%. Door de minieme verschillen verandert er niets aan de zetelverdeling in de Raad. Partij van de Arbeid en Leefbaar Rotterdam blijven dus beide staan op 14 zetels. Voor het Rotterdamse stadhuis staat verslaggever Ron van der Ree. Ron, goedemorgen. Wat waren de eerste reacties aan de Koolsingel? Nou, die waren heel erg stil eigenlijk. Het was het hoofdstembureau wat bij elkaar kwam. En met de conclusies na een zorgvuldige telling. En daaruit blijkt natuurlijk, en dat is het belangrijkste nieuws, dat Leefbaar en Partij van de Arbeid gelijk blijven aan zetels, allebei 14. Wel is hier vanochtend heel veel gesproken over de onregelmatigheden die plaats hebben gevonden in het stembureau. Daar is inmiddels een vluchtig onderzoek naar gedaan, gelast door de burgemeester, hoofd van het stembureau en ook verantwoordelijk voor de verkiezingen, het verloop van de verkiezingen in Rotterdam. En er zijn inderdaad onregelmatigheden geconstateerd. Maar die zijn dusdanig klein dat het stembureau met zekerheid weet te melden dat wat er ook gebeurt, je kunt het nog gaan onderzoeken, maar echt van invloed op het aantal zetels zal het nu niet meer zijn. Burgemeester Aboutaleb, zo zit het ongeveer. Hè? Maar het blijft ernstig wat er gebeurd is. Ja, het is overigens geen vluchtig onderzoek. Dat is een onderzoek waarin 67 stembussen grondig aan een analyse zijn onderworpen. Er zijn een paar honderd voorzitters van stembureaus uitgevraagd. En er is gekeken naar de klachten die ingeleverd zijn, de foto's die ingeleverd zijn, beeldmateriaal wat bij Nova gisteren is uitgezonden, hebben we allemaal naar gekeken. Er zitten zeker onregelmatigheden, dat moet in de toekomst vermeden worden. Maar de belangrijkste conclusie is dat die onregelmatigheden niet leiden tot een andere stembusuitslag. Ja. En wat u betreft hoeft er niet meer geherteld worden, districten waarover gestemd gaat worden, die conclusie kunnen we wel trekken. Correct. De heer Pastors is als enige kiezer vandaag de persoon die wat bezwaren heeft geuit, een hele waslijst. Die komen keurig in een proces verbaal. Die gaan naar de commissie van onderzoek van geloofsbrieven. Dat is een club uit de zittende gemeenteraad. Die gaat kijken naar de kandidaten die nu straks in de gemeenteraad komen. De kieswet zegt dat die commissie en de huidige zittende gemeenteraad in zijn laatste zitting van 16 maart deze uitslag zou moeten bekrachtigen. Ja, blijft u even staan, blijft u even bij ons. Want het was Marco Pastors, de lijsttrekker van Leefbaar Rotterdam, die vanochtend bij de commissie zijn bezwaren kenbaar maakte. En ik vroeg na afloop aan Marco Pastors wat hij nu nog precies verwacht van het stadhuis. We willen dat de ingeleverde formulieren worden herbeoordeeld, of die echt goed zijn ingevuld, dat er niet rare krasjes op de volmachten. Nee, de ingevulde stemformulieren. We willen dat de volmachten worden bekeken, dus dat wordt gekeken of die echt allemaal uniek zijn, dat er geen identieke handtekeningen zitten op twee verschillende volmachten of identieke handschriften. We willen dat het herteld wordt en we willen dat daar waar er veel ongeregeldheden zijn, dat herstemd wordt in die kiesdistricten in de stad waar er veel ongeregeldheden op die stemformulieren, op die volmachten zijn voorgekomen. U acht de burgemeester verantwoordelijk, hè, in deze kwestie? Nou, hij is verantwoordelijk. Dat is een beetje lullig, maar dat heb je als je burgemeester bent. Maar we vragen ons ook, we willen sowieso een groot onderzoek. Want we hebben ook de indruk dat er in de voorbereiding steken zijn laten vallen. Want bij de vorige verkiezingen, 4 jaar geleden, toen waren er natuurlijk ook al heel veel signalen van volmachten. Daar hebben we in deze gemeenteraad het heel veel over gehad. Daar is toen ook beterschap beloofd.
Nou, en ik zou graag een onderzoek willen hebben van, heeft die beloofde beterschap geleid tot waarneembare verbeteringen? En als ik naar de uitkomst kijk, is dat in ieder geval een gerechtvaardigde vraag. Dat verzoek gaat u doen op het moment dat de nieuwe raad geïnstalleerd is, een groot onderzoek naar de hele gang van zaken rond deze verkiezingen. Ja, precies. Je moet de trap van boven afvegen. Eerst moet alles worden gedaan om deze uitslag beter te krijgen, dus dat er meer moeite wordt gedaan om de ongeldige stemmen eruit te halen. En dan kijken we verder hoe we het de volgende keer gaan doen. Nou, moet ik u nou feliciteren? Moet ik dat gewoon doen? Of heeft u zoiets van, ik twijfel nog steeds? Nou ja, er is natuurlijk wel zoveel wantrouwen wat geuit wordt door Leefbaar Rotterdam. Waar mensen toch ook ja, wel een beetje beduust van zijn. De heftigheid, de boosheid die erachter zit. Maar de slingers, hangen die al bij u thuis? Zijn de ballonnen al volgeblazen? Nou, de slingers die er hangen, dit is vanwege de verjaardag van Joelle, die 9 geworden is. Maar deze uitslag is nu nog wel definitief. PvdA stonden 10-11 op de peiling, op 14 terechtgekomen. Als je kijkt naar het landelijk beeld, is dat echt een hele goede uitslag. Dus laat daar geen twijfel over bestaan. We hebben echt gewoon het meeste aantal stemmen gekregen. En daarmee... Stel die vraag natuurlijk of u ook een beetje echt oprecht blij kan zijn. Of dat er altijd een dingetje in uw hoofd knaagt van ja, het kan allemaal nog anders worden. En misschien moeten we wel weer opnieuw naar de stembus. Nee, dat zit er volgens mij niet in. Dit is echt de definitieve uitslag. Iedereen kan er tegen in beroep en bezwaar gaan. Maar de manier waarop verwoord is, over hoe er naar gekeken is. En of dat wel of niet van invloed is op de uitslag, dat is gewoon helder. Dus er zal aan die uitslag verder niks veranderen. Ja, noteert u eventjes voor de fijnproevers, de politieke fijnproevers in Rotterdam. Het gaat om een verschil van exact 651 stemmen. Een opgewekte Dominique Schreijer, lijsttrekker van de Partij van de Arbeid. Ja, en Marco Pastors, die alsnog dat onderzoek eist. Sterker nog, meneer Abu Taleb, na de installatie van de nieuwe raad wil hij een grondig onderzoek naar de hele gang van zaken, hoe deze verkiezingen verlopen zijn. En nogmaals, dat is een goed recht om dat te vragen. En het is aan de raad om daar wel of niet mee in te stemmen. Ja. En wat vindt u daarvan? Nou, het is natuurlijk niet goed als er dit soort onrechtmatigheden aan de orde zijn. Laat dat ook zo zijn dat wat mij betreft hierna alles in gang zou worden gezet om dit soort taferelen niet meer in de stad te hebben. Ja, want wat voor maatregelen gaat u nou nemen? U heeft inmiddels maatregelen aangekondigd, een soort eens maar nooit meer. Maar welke maatregelen gaat u nemen? Daarbij moet u denken aan professionals achter de tafel. Dus niet meer vrijwilligers die we nu altijd hebben als voorzitters van stembureaus. Dat je daar echt professionals ook voor neerzet. Dat is een hele operatie, maar wat mij betreft is dat de moeite waard. In stembureaus waar dit soort zaken voorkomt, extra toezicht organiseren. Niet grote horden mensen in de stemlokaal zelf, maar ook een plek waar je ze daarnaast kunt opvangen, zodat je gepast groepjes mensen naar binnen kunt toelaten, zodat er voldoende zicht is in de bureaus. Ook helpen dat er streminstructies ruim van tevoren in de stad aan mensen gegeven kunnen worden als ze het moeilijk vinden om een stem te kunnen uitbrengen op een ordentelijke manier in een democratisch bestel. Zo zijn er een aantal van die maatregelen waar u kunt denken om te vermijden dat dit soort dingen zich herhaalt. Ja, je hoort toch ook veel mensen in de stad. Ja, mijn moeder beheerst de Nederlandse taal niet en ik heb haar gewoon geholpen. Hebben ze dan een punt? Ja, het mag niet voor de kieswet, maar dat soort gevallen komen dus voor. Ja, er zijn soms ook inderdaad hele nobele motieven waarbij mensen om ondersteuning vragen. Maar de wet is daar helder in, dat mag niet. Dus mensen kunnen ook net zo goed overwegen om een ander een volmacht te geven om namens hen te stemmen. Een kind bijvoorbeeld die wel goed kan stemmen. Ik zag dus in de Nova-uitzending zag ik een wat oudere Marokkaanse meneer die zijn zoon meegenomen had. Nou, ik neem aan dat er sprake is van een nobel motief. Maar die meneer had net zo goed zijn zoon kunnen machtigen om voor hem te stemmen. Nee, was dat probleem ook niet aan de orde geweest. De vraag is, weten deze mensen het? Kun je daar voorlichting over verschaffen? Nou, dat zijn zaken waar we de komende weken goed naar gaan kijken. En heel snel richting wethouder Rick Grashoff. Die gaat over inburgeren en Nederlandse taalkursussen. Zodat over 4 jaar allemaal wel beter gaat. Suzanne. Ja, tot zover rond de reacties van de 3 hoofdrolspelers eigenlijk op dit moment. Maar heb je ook nog reacties gehoord van de wat kleinere politieke partijen in Rotterdam? Nou, de kleinere politieke partijen die zien dit met een brede glimlach aan. Vooral natuurlijk de partijen VVD en D66 die toch flink gewonnen hebben deze verkiezingen. Die zien dit met een glimlach aan en die wachten rustig af hoe het met de coalitieonderhandelingen gaat. Want nogmaals, de verwachting is niet dat welk onderzoek dan ook de uitslag van deze verkiezingen nog kan beïnvloeden. En dat betekent dat, zoals het woensdag was, dat het gewoon blijft. Dat is de belangrijkste conclusie.
conclusie op dit moment. 14 zetels voor de Partij van de Arbeid en 14 voor Leefbaar Rotterdam. En een verschil van ruim 600 stemmen. Overigens, de uitslag is nu definitief, maar nog niet echt definitief. Hè? Want het is de oude gemeenteraad die de uitslag officieel moet vast gaan stellen. Er is nog een commissie die allerlei onderzoeken moet gaan doen. Bestaande uit gemeenteraadsleden of de verkiezingen exact goed verlopen zijn. De commissie van de geloofsbrieven, die gaan ook onderzoek doen naar de nieuwe kandidaten van de gemeente. Maar het is de oude gemeenteraad die officieel vast gaat stellen of deze verkiezingen geldig of ongeldig verklaard gaan worden. En dat gebeurt op 16 maart. Dankjewel Ron van der Ree. Tot zover onze verslaggeving vanuit het Rotterdamse stadhuis. Dit was een extra uitzending van Rijnmond Nieuws. Om 5 uur, de vertrouwde tijd, zijn we weer bij u terug. Tot zo.